Hello guys, welcome back to a new video on my channel. In this video I'm going to show you my runs from the Dutch Championship BMX. Part in the Dutch Championship BMX, and I'm going to show you all my runs. But first I'm going to show you my runs from the qualifications, then I'm going to tell you if I went to the finals. So this is my first run from the qualification. Begint met een tuk no hende. Ook bij Michael zien we dat hij een persoonlijk tintje heeft, een mooie groene helm. Vet one-hander over de spine. X-up over de volgende spine. En een tailwhip. Nou, voor een jongen van 13 jaar oud is het echt niet mis. Maakt netjes gebruik van het hele park. En houdt het vooralsnog rechtop. 180 bar spin. Heel vet. En een bar spin air. Ah, de kwaliteit van de kids is zo enorm hoog tegenwoordig. En dat is natuurlijk met de hulp van anderen. Er wordt altijd overlegd, wat kan er meer? Hoe kunnen we nog creatiever met de obstakels omgaan? En dit is mijn second run van de qualification. Lekker aan het ophypen. Michael die dropt in voor zijn tweede en laatste run van deze kwalificatie. Hij gaat lekker hoog op de jumpbox. En Michael die heeft natuurlijk ook in gedachten dat zijn tweede run net zo belangrijk is als zijn eerste run. Aangezien deze bij elkaar worden opgeteld. Doet hier een tailwhip en landt netjes op de pedalen. 13 jaar uit het Nuenen. Zien we hier onder in beeld. En een barspin op de step-up. Dit zien we een aantal van de oudere boys nog niet eens doen. En je ziet dat het publiek en de mededeelnemers er ook echt super stoked over zijn. Een mooie 360. Ik ben heel blij dat ik geen jurylid ben, want de jury die heeft op zoveel te letten. So that were my two runs from the qualifications and I made it to the finals. So I'm going to show you my two runs from the finals. And then I'm going to tell you what place I got. So now I'm going to show you my two runs from the finals. This is my first run. This is my second run. Okay.
So that were my runs from the finals. And I've got 5th place in the Dutch Championship, amateur 13 and under. And I'm really happy with it. I'm really happy with my runs. So yeah, I'm really happy. So that was it for today's video. If you liked it, give it a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll see you in the next video.